Echt zo vaak gehad dat ik gewoon bijna huilend bij een kapper wegging. Omdat het gewoon helemaal niet was wat ik had verwacht. Hallo, daar zit ik dan met mijn vetkop. Ik heb mijn haar niet gewassen en dat heeft de reden. Mijn kapster komt namelijk straks weer. Kirsten, die doet altijd mijn haar. En elke keer weer zeg ik tegen Kirsten, volgende keer als je komt, dan mag je mijn haar gewoon knippen hoor. En dan hoeven er geen extensions meer in. En de laatste keer dat ik dat zei, begon ze echt heel hard te lachen. Want ja, dat zeg ik eigenlijk altijd. Het gebeurt nooit. Maar vandaag gaat het dan echt gebeuren. Ik ga mijn haar knippen, jongens. Ik ga deze irritante extensions... Nou, zijn wel echt top extensions trouwens. Want ze zijn veel minder schadelijk voor je haar dan die extensions die ik vroeger had. Met zo'n waxje eraan. Die hebben echt mijn haar helemaal verpest. Maar deze die zijn eigenlijk echt super goed voor je haar. Nadeel is wel, je ziet het gewoon heel erg. Je ziet ze echt zitten. Je ziet die ringetjes overal zitten. En ja, daar word ik echt wel eens even knettergek van. Waar ik ook knettergek van word, is dat je eigenlijk je haar altijd moet stylen. Of mooi moet maken. Of vast moet doen. Je moet er iets mee doen. Want echt extensions gewoon wassen en zo laten. Ja, dat ziet er echt niet uit. En ik heb heel vaak geen tijd. Dus het vervolg is dat ik er eigenlijk heel vaak niet uitzie. Met ook nog zo'n vette kop. Want dan heb ik het een keer gesteld. En dan denk ik, ja, ik ga het niet wassen vandaag. Want dan moet ik het weer stylen. En dan stel ik het nog een dagje uit. En dan was dat net een dagje te veel. Dus, ze gaan eruit. Ze gaan eruit. Ik ga ze er zelf uithalen. Dat is echt super makkelijk. Dus ook wel handig om te zien voor jullie. En dan kan Kirsten straks gewoon meteen met mijn haar aan de slag gaan. Omdat ze er dan al uit zijn. Dit was mijn haar. Oh, het is eruit. Het is eruit. Maar ik bewaar het wel, hè. De high and low light zitten van de keren hiervoor allemaal. Oh ja. Dus die overloop heb je er nu in zitten. Ik zet eerst de uitgroei op. Dan kammen we die eerst door. Nee, dus dan krijg je al die uitloop. En dan maak ik een paar puntjes blonde. En die laat ik ook overlopen, dus dat zet ik niet in met mijn rechte lijn. Dus toen dacht ik, waarom ga ik nou niet gewoon een e-book maken? Gewoon precies zoals ik het zelf eigenlijk altijd doe. Ja. Soms gewoon heel simpel dingen doe of niet al te veel ingrediënten in elk recept gebruiken. Omdat er gewoon tijd in gaat zitten. Niet alleen in het maken, maar ook in de boodschappen doen, dat soort dingen. Je hebt nou helemaal niet altijd alles in huis. Nou, dat ik vooral uit jouw voeding... dingetjes heb overgehouden, is dat ik inderdaad heel makkelijk kan koken met heel veel gezonde dingen. Ik heb altijd tonijn, paprika en tomatenblokjes in huis. Ja. Weet je wel? Je kan altijd wat maken. Nou, ondanks dat het heel erg wennen is, dit korte, weinige haar, vind ik het echt heel erg leuk en ben ik er blij mee. En wat hebben jullie nou voor ervaring met extensions? Of met slechte kappers of andere dingen? Laat het even weten in de reactie hieronder. En wat je van de video vond. En abonneer!